Go Ahead komt het veld op met J. Gorter, die nog altijd een clubrecord kan bemachtigen. Breken, als hij die nul houdt. Als hem dat lukt, is het zijn 15e clean sheet. En daarmee komt hij dan op gelijke hoogte met Remco Pasveer. Dus dat is dan een evenaring. Van Hoeven, Hendricks en Rabiaar zijn de mannen voorin. En u zag op het middenveld Itzes, die een Eindhoven verleden heeft. Jay Itzes, die moet uitkijken trouwens, want die heeft 4 gele kaarten. Ejebiel en Brouwers zijn de andere middenvelders. Lucas, Beukema, Bakker en Kuipers zijn de mannen achterin bij Eagles. Dat een prachtige daad heeft verricht door af te reizen naar Volendam. U kent dat hele verhaal rondom overleden zoontje van Mitch Michaelis, Jax. Prachtig hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze daar dan uiteindelijk vanavond mee omgaan. We zullen het zien. Daar zijn geen pillen voor. Joao van der Sande en Botermans zijn de mannen voorin bij het geplaagde Eindhoven. Swinkels is een doelman die we kennen. Floor van den Einde, Valentino Vermeulen, Amé Voor, dat is ook wel een bekende Bordeaux. Pijnenburg, de Keersmaker en Bogaars, dat zijn de mannen op het middenveld. Komt de bal terug bij nu aanvoerder Sam Beukema met nummer 3 en de grote witte band om de linkerarm. Zeer betrouwbaar dit seizoen, Beukema. En hij maakt er ook nog wel eens eentje. 4. Dat is een flinke beuk. Maar Nachtegaal vindt het prima. En dus kan Eagles hier door met Hendricks. Dan wordt het een hoekschop. Ja, dat kwam wel aan, ja. Dat kwam wel aan. Maar het is vooral het neerkomen minder prettig voor Botermans. De hoekschop. En die wordt daar bij de eerste paal bijna binnengewerkt door Beukema. Ik zei het al, hij maakt er nog wel eens eentje. En hij vindt dat dat hier ook had gekund. Weer weggehaald. Hij heeft in ieder geval daar nog even moeite mee, Sam Beukema. Kan wel tegen een stootje. Maar ja, hier zo zeg, van der Sande. Dat is een flinke beuk hoor. Kijk ook nog even achterom. Die weet precies wat hij gedaan heeft. Playoffs is de doelstelling voor Go Ahead. En met een beetje meeval. Misschien nog wel ietsje meer, maar dat is ver weg verlopen. Dit is een goede kans voor Kuipers. Oh jongen toch. Bas Kuipers die daar in volledige vrijheid zijn vierde van het seizoen zou hebben kunnen, schuinensteek wellicht wel hebben moeten maken. Voorbij aan Brouwers, beetje slordig. En dus kan Joao er van tussen, hij is wel snel, Alef Joao. Maar weet hij ook wat hij moet doen? Nou, dat doet hij niet onaardig op Botermans. Aardig kansje. Schot kwam er niet helemaal uit. Kan makkelijk worden gevangen door Gorter. Maar toch in de 13e minuut. De eerste keer Eindhoven met Alef Joao. Vermeulen omhelst daar Hendricks. Maar Nachtegaal laat veel toe. Van Hoeven. Kuipers. Ja, dat is een goede bal. Oh, dat is niet onaardig, wil ik zeggen, maar hij wordt niet zo best geraakt uiteindelijk door Rabiaar. Goeie aanval, niettemin, van de Eagles. Abbe voor. Oh, en iedereen mist hem. Oh, dat doet dan Van Hoeven ook zo half en half. Dat is toch een echt grote kans en hij weet het. Bradley Van Hoeven iets rustiger zijn in die situatie. En dan kun je hem zo binnenwerken. Van der Sande heeft het been wat hoog. Dat is een aardig balletje. Botermans kijkt. Oh, 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 wat schieten ze toch allemaal slecht. Botermans ook, die raakt die bal eigenlijk nauwelijks. Veel spelers van Go Ahead voor de bal. Ronde Kuipers, die hier in één keer aardig doorkomt naar Verhoeven. En die raakt die bal daar verrassend. Zo voor Pijnenburg langs die bal gespeeld. En dan moet Swinkels zich strekken. Kuipers die hem hier doorkomt, dan moet Pijnenburg de zaak klaren. Zou je denken, met het voetje er even tussen Van Hoeven. Lucassen.
Daar komt Hendricks. En Vermeulen is goed meegesprongen. Dat was nodig ook. Heel zo nu en dan een beetje Eindhoven. Nou, dat nog wel een puntje vast heeft. En misschien zelf zomaar een keer kan toeslaan. Van der Zanden probeert het. Van buiten de 16. Dat is een schuivertje. Ebiel. Te weinig in het spel betrokken. Itzes. Beukema. Zo! Beukema! En dat doet hij. In de 44e minuut aanvoerder Beukema. Doet in alle opzichten hier zijn naam eer aan. Wat een geweldig doelpunt. Het is zijn vijfde van het seizoen. Meestal bij hoekschoppen. Maar dit kan hij dus ook. Moet je eens kijken zeg. Wat een streep. Swinkels kansloos, dat is geen schande. Al ziet hij hem komen, gaat steeds verder van hem weg. Het is gewoon een keiharde van afstand. Van der Sande zet Beukema van de bal. En dit is ook niet onaardig op Botemans. En Eindhoven is met aardig wat mensen daar. Voorzet, dan kan Van der Sande toch aardig koppen. Heeft hij helemaal zelf opgezet. De bal afgepakt bij Beukema. Botemans bediend. Van der Sande, maar die komt niet echt tot een volwassen, sterke, krachtige kopbal. Gaat het daar mis bij Floor van den Einde. Wat er nou helemaal precies gebeurde. Niet helemaal duidelijk. Maar pijn heeft hij wel. Hij moet eruit. Rabiaar die de bal voorhoudt en Hendricks die naar de eerste paal toe komt. En Jebiel. En Itzes. Zijn schot wordt geblokt op tijd door de keersmaker. De geroutineerde Bart Biemans komt. Van der Zanden. En dan gaat Joao hier naar deze kant lopen. Ja, ik weet niet of dat nou wel zo handig is. Die loopt eigenlijk zeg maar, de lijn van der Sande gewoon dicht. Door te gaan kruisen daar. Maar fijn. Kuipers. Die bal is nog van richting veranderd. Dan wordt het weer de hoekschop voor de Eagles. Floor van den Einde. En dan van dichtbij is hij heel makkelijk voor Rabiaar. Ja. Maar ja, is dat nog de desorganisatie bij Eindhoven na het vertrek van Floor van den Einde? Een Rabiaar met z'n vieren van het seizoen. Hier komt Gorter wat wild. Waarom doet Gorter dat? Ja, dan blijft hij uiteindelijk min of meer af van zijn tegenstander. Wat neemt hij een risico, DJ Gorter? Ja, er gebeurt inderdaad niet al te veel. En Nachtegaal stuurt dan heel beslist spelen weg. Maar kijk, Gorter maakt wel degelijk contact hè, met Pijnenburg. Kuipers. Beter dan in de eerste helft deze poging. Bas Kuipers. Maar ook weer niet op doel, toch? Brian de Keersmaker. Nou, die bal daalde nog eventjes. Net even te laat. Aardige poging, de Belg. Kijk, er zit ook een zwieber aan. En dan komt hij op de bovenkant van de lat, volgens mij. Vermeulen. Ja. Niet onaardig. De Eagles heeft dan wel een 2-0 voorsprong, maar ze zijn zo nu en dan toch ook wel aardig nonchalant. Van der Sande
aangeven van Vermeulen. Wel ketsteen kaatsen, Botos. Goed gedaan. Beetje te wijd voor Van Hoeven om in één keer door te kunnen. Bradley Van Hoeven. Wacht wel lang hoor, die weer terug. Brouwers dan. Ja, dat kan zomaar hè, van dichtbij eersteling. Dat zou het inderdaad ook geweest zijn voor hem. Daar komt de kaart. Veel rumoer daar rondom de scheidsrechter. Even de kaart hem wel in zijn hand heeft. Maar de kaart niet meteen toont aan Pijnenburg. Zit de laatste 10 minuten. Nou, nu is hij binnen. Nee, niet. Schijnbedriegt. Ups. Hoekschop voor Eindhoven. Dat er hier met Jort van der Sande toch wel weer aardig in de buurt is. En nu dan de winst. En dat moet dan toch 3-0 zijn. Eersteling had hier zijn eerste kunnen maken. Moeten maken op aangeven van Bas Kuipers. Ja, blijdschap bij Jay Gorter die even naar boven kijkt. En we begrijpen wel waarom dat is. Het eindigt in Eindhoven. Tussen Eindhoven en de Eagles dus in 0-2.